We zijn als school, als Oscar Romero School, heel erg bezig met eigenaarschap. En daar past natuurlijk een leerlingbord heel erg mooi bij. We zijn eigenlijk in het begin van het schooljaar meteen begonnen met de bordsessie. De meeste kinderen uit mijn groep hadden in groep 4 ook al bordsessies gehad. Ik heb gezien dat toen de kinderen binnenkwamen, dat ze eigenlijk al heel goed zelf een bordsessie kunnen leiden. Het maken en stellen van de doelen, daar hebben ze vaak nog een beetje hulp bij nodig. We proberen samen de doelen op te stellen door middel van bijvoorbeeld met geeltjes plakken op een muur van hey, waar lopen we tegenaan? Maar ook bijvoorbeeld komen ze binnen naar buiten spelen en er is wat onrust geweest. Oké, we hebben een probleem. Hoe gaan we dit oplossen? Oké, misschien kunnen we er een doel van maken. Het zorgt dus eigenlijk voor dat kinderen betrokken zijn en eigenaarschap worden van hun eigen leren. Je ziet dat de groepsvorming, dat heel veel doet in een klas. Dus hier werken we samen aan. Dit hebben we samen besloten. Hier gaan we samen voor. Maar het doet ook iets met het zelfvertrouwen van kinderen. In onze maatschappij moet je voor jezelf opkomen. Moet je jezelf kunnen presenteren. En dat leren ze ook door middel van een bordsessie leiden. Maar ook elkaar feedback geven. Dat kan ook best soms spannend zijn. Maar uiteindelijk groeien ze daar alleen maar van.